Provincie Gelderland heeft plannen bekendgemaakt om de beruchte Maas aan Waalweg veiliger te maken. Er moeten extra rijbanen komen van Druten tot knooppunt Ewijk. Een middenberm met geleide rail moet de weghelften van elkaar gaan scheiden. Het is opmerkelijk dat de provincie nu met deze plannen komt, gezien zij jarenlang de partij waren die een verbreding van de weg juist blokkeerden. Twee mannen raakten maandagochtend gewond bij een ongeluk op de Maas- en Waalweg. Ter hoogte van Afferen is een van de twee voertuigen kennelijk op de verkeerde weghelft geraakt en frontaal op de ander gebotst. Vrijdagochtend is er een ongeval gebeurd in Winsen op de Maas- en Waalweg. Een auto en twee vrachtwagens raakten daarbij betrokken. Het wordt gezien als een van de gevaarlijkste wegen van de provincie. De Maas- en Waalweg tussen Ewijk en Beneden Leeuwen. Met enige regelmaat vinden er ongelukken plaats, vaak met ernstige gevolgen. De Maas- en Waalweg bestaat slechts uit twee rijbanen, één richting elke kant. In het midden is geen fysieke afscheiding aanwezig en dat terwijl je hier 100 km per uur mag rijden. Dat levert al snel gevaarlijke situaties op, hoewel dat niet altijd direct aan de weg zelf ligt. Ik vind zelf de weg zelf niet onveilig. Ik vind het ligt ook wel grotendeels aan de mensen zelf natuurlijk. Het rijgedrag van de mensen, telefoneren, inhalen, ook nog eens een keer. Het is geen ongevaarlijke weg. Er wordt nog wel gewoon hard gereden en gevaarlijk ingehaald. Kijk, als iemand natuurlijk met gezondheidsklachten onder het rijden krijgt, ja, dan is het natuurlijk wel onveilig hier. Maar dan kan hij natuurlijk op de verkeerde weghelft terechtkomen. Dus is het voor de tegenligger natuurlijk moeilijk te ontwijken. Maar vaak rijden auto's ook doelbewust op de andere weghelft. Bijvoorbeeld om vrachtwagens in te halen met alle gevolgen van dien. Het hinderlijke voor het overige verkeer is, wij mogen maar 80. En het is een 100 kilometer weg. Dus ja, de automobilisten die door willen rijden, ja, die worden dan weer opgehouden door de vrachtauto's. Een verbreding van de weg naar twee rijstroken in beide richtingen zou deze ergernis al oplossen en zorgen dat men veilig kan inhalen. Ook heeft de provincie voornemens om een afscheiding te plaatsen in het midden, waardoor verkeer niet meer op de verkeerde weghelft terecht kan komen. Toch is niet iedereen voorstander van een verbreding. Het probleem is dat er is tijdens drukke ochtendspitsen is er af en toe een file die een aantal minuten vertraging oplevert. En mensen noemen dat heel erg, maar dat valt eigenlijk best mee. En men wil desondanks dat het helemaal niet zo erg is, wil men toch die weg verbreden. Wat verkeer aantrekt, nog meer geluid, nog meer fijnstof. En daar zijn we dus ook tegen. De werkgroep Maas en Waalweg heeft heel andere ideeën over het uiterlijk van de verkeersader. Wij willen de weg eigenlijk terugbrengen naar een echte 80 kilometer weg. Zoals die ook is bijvoorbeeld vanaf Wamel tot aan Zaltbommel. Met fietspaden erlangs, met bomen op gepaste afstand natuurlijk. Maar dat je gewoon het karakter krijgt van een lokale weg, want dat is het eigenlijk. En het is geen internationale doorgangsweg voor vrachtverkeer wat hier helemaal niet moet komen. Die worden door TomToms en door, die machines, worden die gestuurd. En die horen hier niet thuis. Die moeten over de A15 en over de brug bij Ewijk rijden. En dan is hier de weg rustig. En dan hebben we ook geen last van files, nauwelijks. En dan is het gewoon een rustige Maaswaalse weg, zoals die oorspronkelijk ook bedoeld was, om de oude Van Heemsterweg te ontlasten. Voorlopig hoeven de heren zich in ieder geval nog geen zorgen te maken. Ondanks de grootste plannen die de provincie nu op stapel heeft liggen, is er voorlopig nog geen geld beschikbaar om ze uit te voeren. De komende tijd zal de Maas- en Waalweg er dus nog zo blij blijven liggen met alle gevaren die we inmiddels kennen.